elkaar ontmoeten zit er even niet in. Corona houdt ons voorlopig aan het huis gekluisterd. Hartstikke jammer, want het Nederlands Openluchtmuseum staat juist dit jaar helemaal in het teken van ontmoeten. Een onderdeel daarvan is de nieuwe tentoonstelling Heb je een vuurtje voor mij? In de Wagenhal bij de oude ingang hebben we een wisseltentoonstelling voor je ingericht die je zal ontroeren. Aan elk collectiestuk ligt namelijk wel een ontmoeting te grondslag. Een van die voorwerpen is dit ganzenbordspel. Het is een heel bijzonder ganzenbordspel, want het is heel oud. En het is het oudste Nederlandse ganzenbordspel dat we kennen. Het is uit het begin van de 17e eeuw. Het was voor volwassenen. En dat is ook te zien aan hoe dit prachtige spel is versierd. Er zijn geen kinderen op te zien, wel volwassenen. En die volwassenen doen geen dingen die kinderen doen. Het levenspad wordt gesymboliseerd door 63 vakjes. En je kan in de put terechtkomen of in de gevangenis, de herberg. Als je in de herberg komt, moet je een beurt overslaan en in ieder geval ook geld betalen. Want dat is ook wel een bijzonder aspect van ganzenbord in deze tijd. Het was een gokspel. Je zette geld in en je kon dus ook met meer geld naar huis gaan dan je kwam. Maar het kon je natuurlijk ook andersom overkomen, dat je ineens geen geld meer op zak had. Een ander bijzonder vakje op dit spel is nummer 61. Daar staan twee mannen met een grote beker. Als je daar terecht kwam, dan moest je een rondje geven. En dat was geen rondje appelsap, maar dat was natuurlijk wijn of bier wat er rondging. Voorspoed en tegenspoed komen voor in het leven en die worden ook verbeeld in het spel. Als je op bijvoorbeeld vakje 26 kwam, mocht je nog een keer gooien. En dan had je dus geluk gehad. Rondom dit spel, vertelde ik al, zijn volwassenen afgebeeld. En niet zomaar volwassenen. Het is echt een jong gezelschap van een verliefd stel en hun vrienden. Het verliefde stel maakt van alles mee en ze gebruiken daarbij al hun zintuigen. Ze ruiken, ze proeven, hier zijn ze aan het eten. Ze voelen, ze vrijen in het veld. En ze luisteren naar muziek. Dat is eigenlijk de scène helemaal in het midden. En dat doen ze niet alleen maar kletsend of rustig naast elkaar, maar ook daar leren ze elkaar beter kennen en zijn ze intiem met elkaar. Dat zo'n spel bewaard is gebleven uit het begin van de 17e eeuw is natuurlijk heel bijzonder. Want je kunt je voorstellen dat tijdens het spel met het verzetten van de pionnetjes, het dobbelen, af en toe wordt er gegeten, gedronken, dat er dan wel vlekken opkomen of dat het misschien wel helemaal verloren gaat of verslijt. Er zijn heel weinig spellen uit die tijd bewaard gebleven in zo'n goede staat. Dit spel is een van de weinige van deze eerste Nederlandse versie van het ganzenbordspel die er nog zijn. En zo zijn er nog heel veel mooie, bijzondere voorwerpen op deze tentoonstelling te bekijken. Nieuwsgierig geworden? Dat kunnen we ons voorstellen. We hopen je dan ook zo snel mogelijk weer te zien in Arnhem. Daar werken we nu met man en macht aan een veilige openstelling, zodat als het eindelijk weer mag, je met een gerust gevoel je hart kunt ophalen in het vertrouwde Nederlands Openluchtmuseum. Tot dan!